Hallo, dit is Marifa van Marifa.me. Ik ga jullie vandaag wat vertellen over de tekeningen die ik het afgelopen anderhalf jaar heb gemaakt. De tekeningen die hier hangen heb ik in mijn kamer gehangen, omdat ik er uiteindelijk zoveel had gemaakt, dat ik dacht ik maak er een leuke collage van op mijn kamer. De tekeningen die hier hangen, zeg maar de bijna nog niet ingekleurde, die heb ik als eerste gemaakt. Dat zijn uiteindelijk de tekeningen met waterverf, dat heb ik gekregen van mijn familie, die zijn later gekomen. Deze, deze en deze met krijt heb ik gemaakt. Ik heb ze gewoon willekeurig in mijn kamer opgehangen, niet echt een volgorde. Gewoon wat ik mooi vond hangen. En dan heb ik er hier nog eentje hangen zonder, het is niet echt een manga-stijl tekening. Maar het kwam gewoon in me op om te maken, ik had er zin in. En dat was mijn creativiteit voor mijn kamer. Heel leuk dat je vandaag kon kijken. Kun je ook uitleggen wat voor een soort verf je gebruikt of waarom je hebt... Dit was gewoon stift. Dit was waterverf. Ja. Dit was gewoon waterverf, waar ik veel waterverf gebruik. Dit was krijt, wasco. Hier heb ik geen verf in gebruikt. Alleen potlood, krijt. Dit was ook waterverf, hetzelfde type als hier. En op dit oog heb ik ook waterverf gebruikt. Ik vond waterverf leuk om te gebruiken. Leuk experiment. En de rest is gewoon allemaal met potlood en met stift gedaan. Heel leuk. En wat kunnen we nog meer verwachten? Wat andere soorten verf in plaats van waterverf. Ik wil ook normale verf gaan gebruiken. Wat dikker. En ik kan ook gaan schilderen op doeken die ik hier heb gekregen. Ik heb hier een aantal van gekregen, 20 bij 20. En daar kan ik dan ook wat tekeningen op gaan maken, kijken of het ook gaat lukken. Dus ja, dat is wat verwacht kan worden. We zijn heel benieuwd. Oké. Dankjewel. Ciao. Dus als we meer willen weten, kunnen we gaan naar? Marifa.me. Dat is het. Check.